Ten eerste, heren, hoe gaat het in deze bizarre tijden? Goed, ça va. Het is nog behoorlijk druk eigenlijk met de plaat. Dus er komt opnieuw heel veel bij kijken. En het zijn heel veel alternatieve oplossingen bedenken, een beetje. Ja. Om de release toch zo goed mogelijk te laten verlopen. Dus bepaalde dingen die normaal komen, kunnen nu niet. Dus moeten we een beetje andere, nieuwe creatieve manieren verzinnen om ermee om te gaan. Hè. In die zin is het wel behoorlijk druk. Okay. En we zijn alle twee gezond. Dus dat is ook wel belangrijk. Dat scheelt weer. Voilà. Dat is waar. Maar ik kan me voorstellen, zo'n plaat als deze, daar werk je dan een hele tijd naartoe. Ik geloof dat jullie in 2017 al met de eerste ideeën waren begonnen. Dus daar werk je dan naartoe. En dan denken jullie aan de release en dan in één keer gebeurt dit. Hoe is dat dan? Ja, we proberen niet te veel te denken aan wat als, omdat dat wel op het gemoed zou kunnen werken. En dat ook wel... Ja, het is moeilijk om te zeggen van wat als dat anders was geweest, gingen we meer platen verkocht hebben? Misschien, waarschijnlijk. We hadden sowieso optredens kunnen doen en zo. Dus dan hebben we weer momenten om te groeien en manieren om te groeien. Het is gewoon helemaal anders, maar langs een andere kant is het ook... Een plaat is ook een momentopname en ik vind dat dan geen zin heeft om nog... een jaar daarmee te wachten, dus want je release die ook wanneer dat die voor u klaar is en voelt. En er zit sowieso al een paar maanden tussen de moment dat af is en wanneer dat release wordt. We hadden ook wel iets van, we hebben heel hard moeten rushen om de plaat klaar te krijgen. Heel hard tegen de deadlines gewerkt. Ja. Dus dan hadden we ook geen zin om nog een half jaar te wachten en misschien... We zijn dan ook bang dat we weer zouden beginnen tweaken en beginnen opnieuw mastering doen en zo. En misschien nieuwe mixes. Dus daar worden we ons ook een beetje voor behoeden. Ja. En we hadden al de release een maand uitgesteld. Maar dan dachten we ook van, weet wel, de fans verdienen misschien ook om... Ze zitten er ook al op te wachten. En het is ook leuk voor hen om misschien net in deze tijden dan nieuwe muziek te hebben. En ik denk ook dat... Nou, dat is puur mijn persoonlijke kijk hierop. Maar ik denk dat we voorlopig nog niet kunnen optreden. Dus of je hem nou 2 maanden of 3 maanden uitstelt, ik denk niet dat heel veel verschil gaat maken. Ik denk dat de hele grote spelers dan nu ook wel een beetje beginnen te beseffen. En zo, gaan nu toch weer haar plaat release. En ik denk dat zij ook beseffen van, we hebben wel nog een lange weg te gaan of zo. Zelfs als het opnieuw opstart, gaat het niet... zijn van, begin maar iedereen we voelen nu dat alles heel stelselmatig weer terug normale hangetje of een andere hang gaat. Het heeft de tijd om na te denken over andere manieren om tot bij je fans te komen. Hè. Ja, en die creativiteit die je noemt, want nu heb ik gezien dat jullie de plaat gaan bezorgen. Of hebben bezorgd. Niet naar iedereen, maar naar een aantal. Ja. En jullie hebben de quarantaine questions die jullie zelf doen. Dus is dit ook een moment voor jullie om jullie zelf een beetje te ontplooien qua creativiteit en ook muzikaal? Ja, sowieso. We zijn sowieso al gasten die vrij DIY werken. Okay. En dan zijn zo'n momenten ook wel goed om dat te ontplooien. Omdat bijvoorbeeld Janus is goed met animatie en met After Effects en zo. En dan is het wel de ideale moment om dat te tonen, want dat kost je ook geen geld. En de manieren dat je moet zoeken zijn er wel waarbij dat je geen geld moet uitgeven, omdat je hebt ook weinig inkomsten. Dus je moet zorgen dat dat zo'n beetje... Ja. Ja, dat je niet nog meer investering maakt, dat je niet kunt inlopen, maar dat je wel in de picture blijft op een of andere manier. Maar dat zijn ook gewoon dingen waar we al mee zaten om te doen en dat nu de ideale momenten waren om die eigenlijk te ontplooien. Het Deliveroo-idee, Deliver Dummies idee, is echt gekomen vanuit het idee van wat kunnen we doen om toch tot bij de fans te komen? En dat was dat idee er. Dan ontploft dat een beetje en dan wordt dat groter. Gisteravond zat het ook in het avondjournaal op de VRT en zo. Dat is dan weer typisch aan deze situatie, want zij zijn ook op zoek naar leuk nieuws
andere dat, verhaal. Dat niet allemaal over corona en zo gaat. Dus dan is het ook wel... Allee, een geluk bij een ongeluk weer. En de situatie dat we gecreëerd hebben met de Deliver Dummies ontplooit zij dan weer bij het nieuws, wat dat we dan anders misschien nooit zouden terechtkomen zijn. Ja. Dus in die zin denk ik dat alles, zoals Johan Cruijff dat zegt, de nadeel wel ook een voordeel heeft. Nee, dus ja, want zoals je zegt, natuurlijk financieel en vooral met zicht op de toekomst. Want ik denk dat, nou, nu ben ik zelf geen muzikant, maar de meeste inkomsten zullen komen uit live spelen tegenwoordig. Dus is dat nog iets waar jullie creatief ook mee bezig zijn van hoe kunnen we onze inkomensstroom... Ja, we waren daar sowieso al mee bezig, omdat natuurlijk zijn er periodes dat je veel speelt en andere periodes dat je plaat maakt en dat er weinig binnenkomt. Ja. En dat je sowieso, als je enkel met muziek wil bezig zijn, alles een beetje moet verdelen. Dus we hebben ook al soundtracks gedaan voor een reeks, voor een zender. En dan hebben we ook al bands geproduced. Dus dat zijn ook wel dingen dat we ook leuk vinden. Dat behoort allemaal tot muziek maken eigenlijk. En ik denk dat we dat ook wel gaan blijven doen. En er komt nu ook wel stem vanuit het live-circuit om wat andere dingen te doen. Zelfs die drive-in en zo, dat zijn allemaal dingen die op tafel liggen. En dat is allemaal geen vervanging van het echte live gebeuren, maar wel dingen die we moeten ook een beetje nemen wat we kunnen. Laten we het dan over wat leukers gaan hebben, en dat is de nieuwe plaat. Zoals ik al zei, ik kwam ergens tegen dat jullie in 2017 hier al de eerste weekenden voor hadden gepland om daarmee bezig te gaan. Dus kun je me zo'n weekend beschrijven? Hoe ziet dat eruit? Hoe dat er meestal uitziet, is dat we redelijk wat materiaal meesleuren en dat we eerst een beetje kiezen van wat moet er mee? Bepaalde synths, dat we zeggen van we gaan ons een beetje beperken qua sounds. Mm-hmm. Dus niet te veel grief meenemen. En dat zorgt ook wel voor extra creativiteit, omdat je dan het meeste uit die instrumenten probeert te halen. Dan bouwen we daar, Janus bouwt dan daar een soort mini-studiootje in de plek waar we zitten met zijn computer. Dus we hebben wel altijd een vaste computer dat we overal mee naartoe nemen dan. En dan is het eigenlijk, proberen we zo een nieuwe dagplanning een beetje te vinden. En dan is het meestal opstaan rond een uur of 10. Ja, en gaan slapen. Om een uur of 3, 4, zoiets. Okay. En als we dan opstaan, dan is het ontbijten en dan werken we. Dan 's middags. We zorgen wel altijd dat we qua eten niet te veel moeten in de keuken staan of zo, dat allemaal vrij snel gaat. Dan 's middags eten en dan werken we. Dan is er iets van ontspanning dat we ergens vinden en dan werken we meestal nog tot een uur of 3 s'nachts door. Okay. Soms tot 12 uur. En dan kijken we nog een film of zo, of dan spelen we nog iets. We hadden toen ook een PlayStation 1 mee, dus dat hebben we toen ook wel af en toe gedaan. En voor de rest zo, heel, heel slechte documentaires over bands bekijken. Zo Some Kind of Monster van Metallica en zo. Ah, ik vond het geweldig. Ja, als je vast... psycholoog, die is echt geniaal. Ja. Wel, zo'n ding als je vast zit, is dat wel de max. Vrij motiveert. Ja, motiveert om te weten dat zelfs goed aan toe minder moment hebt. Nee, wat ik vaak hoor bij dit soort, soort van uitstapjes om creatief te zijn, is dat het vaak op de meest bizarre momenten dan die creativiteit toeslaat. Of dat dan juist de briljante ideeën naar boven komen om 1 uur, 2 uur s'nachts. Was dat bij jullie ook zo? Ja, of soms ook totaal niet. Dan werk je gewoon s'nachts door aan iets en heb je te veel wijn gedronken en dan merk je dat je daarvan... S'ochtends, dag erna, is dan misschien dat toch niet. Ja, voilà. Maar dat is wel iets wat ook wel tof is aan die weekends, is dat je daar in een soort bubbel zit en je werkt aan iets. En dat klinkt op de een of andere manier altijd anders dan dat je het in je eigen studio zou doen. Mm-hmm. Dat is moeilijk te zeggen wat dat met die verandering van omgeving heeft te maken of zo, maar... Het is altijd leuk om het achteraf dan te horen, omdat dan hoor je pas vaak wat je daar hebt gemaakt. En jullie zeiden van, we nemen een beperkt aantal apparatuur mee, gewoon om jezelf ook een beetje kaders te geven. Dus waren jullie ook op zoek naar een bepaald geluid? Ik weet dat het dansbaar moest zijn, maar waren jullie ergens naar op zoek ook verder? We waren wel...
het retrofuturistische kantje dat ook in de thematiek zat, wilden we ook wel zo wat benutten in de muziek. Dus we waren wel heel erg bezig met okay, welke dingen van voor het jaren 60 of 70 muziek, vroege jaren 80 muziek, welke specifieke dingen willen we zo wat een knipoog naar steken. Dus daar zijn we wel mee bezig geweest. En dan vooral op het einde om alles zo gestroomlijnd mogelijk te houden. Dat was wel heel belangrijk. We hadden een paar doelen vooropgesteld na de vorige plaat. Van okay, de drums willen we meer zo laten klinken. Minder akoestisch, dus meer geleerd, digitaal ook en zo. Iets gestroomlijnder qua sounds, minder synths. We hebben zo Polysix bijvoorbeeld, dat is zo'n synth. Late jaren 70, zo'n heel specifieke sound, daar hebben we heel veel gebruikt. Dus ik denk dat die beperking heeft ons ook wel geholpen om er wat meer een rode draad of zo in te krijgen. En dat was wel een doel dat we vooraf hadden opgesteld. Maar ik denk dat eigenlijk in 2017 hadden we dat nog niet echt van... Het moest zo'n thematiek zijn. Nee, dat maakt ook meer gewoon demo's. Maar dat was echt demo's. Dat komt pas later. Ja. En je noemt dat retrofuturisme. En ik denk dat dit later was. Maar ik moet dan denken aan iemand als de regisseur John Carpenter. Ik weet niet of jullie... Ja, tuurlijk. Dat kennen, maar moet ik aan zoiets denken dat jullie op die manier zeg maar op inspiratie gingen zoeken en... Ja, misschien wel. Iemand zei ooit van toen ik het beschreef, zei iemand van het is een beetje Black Mirror geregisseerd door Wes Anderson. En dat vond ik altijd wel een leuke, want het is zo het heeft iets onderhuids, maar het heeft ook iets pastel en iets poppy, maar ook wel iets vuil en zo. Ik denk dat die combinatie, en dat zit ook wel in de thematiek en in dat retrofuturistische. We waren zo heel duidelijk van, we willen niet de typische 80s cyberpunk doen, maar we willen iets vroeger gaan, naar echt zo de jaren 60 en zo. Okay. Ja, de meer stylish retrofuturisme of zo. Dus dat was wel een grote invloed. Kunnen jullie misschien, want ik zag ook dat jullie daarvoor wat science fiction schrijvers zijn gaan bekijken. Kunnen jullie me daar één of twee namen van noemen? Niet per se een schrijver, maar iets dat jullie geïnspireerd heeft in die zin? Misschien een film? Sowieso, ik denk dat Philip K. Dick sowieso de grootste is op thematisch vlak. Okay. En al zijn verhaal gaan eigenlijk over de relatie tussen... een mens en het bewustzijn en ook technologie en hoe dat daar een rol in speelt en zo. Dus voor mij, eigenlijk als wij zo'n film Her zagen of zo, dat eigenlijk deed ons dat daar heel hard aan denken, op een meer poëtische manier dan. Maar je merkt als je hem begint te lezen hoe breed dat zijn invloed is. Dus denk dat thematisch. En dan was ik ook vrij geïnspireerd door... David Pelham, denk ik dat hij heet, de illustrator die vroeger boeken deed voor science fiction novels. En die had zo voor J.G. Ballard, had hij zo hele coole illustraties gemaakt. Bijvoorbeeld van zo'n auto die in het zand zakt, dat was dan voor The Drought, denk ik. Mm. Want J.G. Ballard had zo heel specifieke thema's per boek. Bijvoorbeeld één thema was, okay, er is de zon... blijft staan aan één kant van de aarde, waardoor dat veel te warm wordt en dat alles droog wordt of zo. En dan een ander boek was, okay, er komt een megastorm uit het niets die zoveel jaar lang duurt en het gaat dan altijd over hoe dat mensen daarop reageren. En die covers zijn altijd heel cool, omdat die zo, dat zijn zowel de ideeën proberen te vatten in één beeld. Dus die zijn ook voor de hoes wel belangrijk geweest. Wat waren de eerste nummers die zich over die weekenden heen begonnen te vormen? Waren er een paar sleutelnummers of nummers waar de rest zich een beetje naartoe trok? Ik denk dat Neon Fever sowieso. Nee, dat was een van de laatste. Een van de eerste was eigenlijk Easy Life. Maar die hebben we gemaakt in Brakel. Jawel, veel vroeger daarvoor, nog een jaar daarvoor hadden we Easy Life en On Repeat zijn we eigenlijk mee begonnen. Meestal komen we wel overeen, maar... dus ik denk, on repeat, dat het belangrijkste sleutelnummer was van waarop dat we de rest gebaseerd hebben. Ook omdat de energie vrij goed zat. En we wisten van, okay, we moeten die energie een beetje in gedachten houden.
om ons aan vast te houden. En dan, als we later die intro daaraan en toegevoegd, die zo mega vibe intro, dat was ook wel iets van, oké, die sfeer is ook wel leuk om misschien op het einde nog een keer te laten terugkeren. En het werd al vlug duidelijk van, dat is het eerste nummer van de plaat. Ja, want was het voor jullie belangrijk? Ik noemde net die dansbaarheid. Was het belangrijk? Want zoals je zegt, er zitten wat science fiction thema's aan verbonden die niet altijd even positief zijn. Maar was het voor jullie belangrijk om die plaat wel positief te laten klinken? Ik denk dat dat altijd zo het idee is. En ik denk zeker na de vorige plaat willen we wel iets brighter gaan qua klanken, maar ook qua grooves en vocals. Ik denk, ook, en ik denk dat we daar wel veel aan gesleuteld hebben om dan eigenlijk daar toch iets meer happier de beats en dergelijke te laten klinken, zodanig dan, dat dan een tof contrast is met de... Mm-hmm. Met de vocals die vrij donker zijn. Ja, ik denk ook dat moest de muziek niet zo opgewekt klinken op bij momenten. Dat de teksten misschien ook niet over zo'n ding zouden gaan of zo. Dat heeft net die luchtigheid om zo'n thema's te hebben. Zonder dat dat echt zwaarwichtig of zo begint te klinken. Dus die combinatie vinden we wel leuk. Want je noemde net zelf Black Mirror en ik ben ook groot fan van Black Mirror. En dus wat is jullie beeld van de toekomst in zekere zin? Kijken jullie met een positief oog naar de toekomst? Ik denk dat het zo belangrijk is om altijd een soort hoop te hebben. Omdat als je nestelt in die negatieve spiraal, dan denk ik ook dat je dat zelf in hang zet. Dus mm-hmm. Die self-fulfilling prophecy, ik geloof daar wel in. Maar ja, er zijn gewoon heel veel heel grote uitdagingen en ik denk dat voor deze plaat was het ook andere jongeren, net zoals wij, die zo voelen van, er zitten zo grote vragen waar we eigenlijk zelf geen oplossing in 1, 2, 3 voor hebben, om zo wat die hart onder de riem te steken en die gedachten wel wat te delen en misschien ook tonen dat ze daar ook niet alleen in zijn of zo. Want natuurlijk is over de laatste jaren is technologie ook enorm ontwikkeld. En jullie zitten nu geloof ik bijna 10 jaar, zeg maar, doen jullie dit. En ik kan me voorstellen dat in die tijd ook al heel veel technologie is ontwikkeld. En dat bijvoorbeeld social media belangrijker is geworden. Dus zien jullie ook die verandering? Ja, zeker. En ik denk dat wij zijn zo zelf daar vrij... Allee, ik denk dat we het daarom daar ook nu over gehad hebben met deze plaat, omdat we die dubbele laag, dat is zo moeilijk. Het is zo'n dualiteit, omdat langs de ene kant... Mechanisch is supergoed met technologie en nieuwe dingen. En heeft ons al zoveel vooruit geholpen. Gewoon al hoe dat we hier in ons huis bijna heel album kunnen opnemen met technologie dat er nu ligt. En dat gewoon supergoed laten klinken. Ja, dat is zo positief. Maar tegelijk zijn er zoveel dingen... Als er nieuwe dingen worden aangekondigd, dat ons afschrikken en dat we zo, like bijvoorbeeld die satellites van op de EP, dat gaan nog over zo deepfake en zo. Het was eigenlijk wel heel ironisch dat we een nummer daarover schreven. We hadden een guest feature van Tom Baarman en voor live hebben we eigenlijk een deepfake-achtig iets gedaan met ik die zing en Tom zijn gezicht hadden erin opgeplakt. Okay. En dat leek zo echt dat mensen begon te sturen naar Tom van wanneer heb je dat opgenomen en die was zo van hè, wat is dat en van waar komt dat, dus dat werd zo, we werden zo in onze eigen staart gebeten precies en dat was zo wel van wow, ja, dat was wel confronterend. Maar ik vind dat juist wel interessant, want als je ook kijkt naar de hele situatie waarin we nu zitten, we hebben alle technologie die we kunnen bedenken, we kunnen nou, zoals dit met elkaar converseren, maar toch mist er iets. Toch heb je die persoonlijke... Toch, zoals jullie willen toch live spelen. Er is daar iets. Dus is het moeilijk om nu niet live te kunnen spelen? Ja, zeker. Niet alleen bedoel ik zeg maar meer van we missen inkomsten, maar om die connectie met mensen te maken. Ja. Nee, zeker. Omdat wij zijn ook zo'n band die als het optreden gedaan is, dan staan wij nog een uur aan de merch... plaat te signeren en een babbeltje te slaan met de mensen. Dus ze vinden dat ook wel belangrijk. Dus ik snap ook wel dat veel bands dan nu via die andere kanalen een beetje in stand willen houden en daarom al die live-video's doen.
ook al is dat niet ideaal, het is wel belangrijk. Ja. Maar ik denk ook gewoon aan de nummers zelf, sleutel. Om dat live te brengen, is dat toch wel een helemaal andere vibe. Of werk je helemaal anders aan je nummers of dat je ze op de plaat hebt gemaakt. En dat is ook heel tof om dat dan voor een publiek te brengen die er oftewel uitbundig op gaat. Oftewel, allee, als ze achter de computer zitten, dan kan je dat niet echt weten of dat ze echt tof vinden of zo. Nummers komen eigenlijk ook pas echt tot leven als je ze kunt spelen voor een live publiek. Dat is zo een kunstwerk dat, als iemand een kunstwerk maakt, eigenlijk is het geen... De vraag is altijd van, is het een kunstwerk als het nooit aan het publiek wordt getoond? Mm. Want een kunstwerk wordt pas kunst als het een reactie heeft of een publiek heeft. Ofzo. Dus ik vind dat ook bij live spelen of bij muziek dat ook wel zo is. Oké, okay. Dat is wel iets leuks om mee af te sluiten dan. Want in die zin, het is natuurlijk nu deel van je werk geworden, maar welke rol vervult het maken van muziek en die creatieve uiting? Welke rol vervult dat voor jullie? Een beetje alles, omdat ik denk dat zo... Het maken van muziek zelf is zo een soort cocon waar dat je echt... Allez, je voelt ook als je iets goed maakt, dat je daar echt gelukkig van wordt. En dat zo een soort injectie is van iets positiefs dat gedeeld zonder dat moet uitgesproken worden of zo. Dus dat enerzijds. En ik denk, de ervaring dat we kunnen opdoen door live te spelen of door dat te doen, dat is, we voelen wel dat we daarin in een soort bevoorrechte positie zitten. Omdat er is niets fijner dan dat. En dat merkte nu ook, als dat wegvalt, merkte pas van, maar hoe fantastisch is dat eigenlijk wat wij kunnen doen. Waardoor dat we... Ja, je moet daarvoor vechten en dat is een heel lastig proces. Maar brengt ons dichter bij elkaar en het is wel heel belangrijk ook. Het is niet enkel van... Oh, joepie, we kunnen dat doen, maar we... Allee, als we het voor het geld deden, dan weet iedereen, dan hadden we al lang iets anders gedaan. Ja. Dus het is altijd vanuit een passie of zo ervoor. Dit is dan misschien een veel te vage vraag, maar wat houdt je, wat houdt die drive levende in zekere zin? Want dit hoor ik vaak van muzikanten. Het is niet het makkelijkste pad dat je kiest. Ik bedoel financieel niet, maar ook gewoon veel uren maken. Het is uitputtend. Dus wat houdt dan die drive vast? Is het dat uurtje op podium of? Niet alleen dat, want dat is een van de vele dingen daarvoor. Allee, ik kan zeggen, als wij op Pukkel stonden voor een publiek van 10.000 man, dan heb je iets gevoeld van, oké, hiervoor doen we het. Mm-hmm. En alles waar dat we naartoe hebben geleefd, of dat we van investeringen hebben gedaan, dat was het allemaal waard als we dat hier kunnen hebben. Maar ik denk ook, het muziek maken zelf... Ja, een plaat zelf is ook een voldoening. Ja, voilà. En ik denk, het maken van muziek zelf en voelen dat je groeit in iets door dat veel te doen, dat is gewoon moeilijk te beschrijven. Omdat ik denk dat het is nog iets anders dan een gewone ambacht, omdat echt iets is dat je voelt dat je moet doen ofzo. Mm-hmm. Het is bijna iets dwangmatigs vaak. Okay. En ik denk... Er schuilt vaak geen masterplan achter veel dingen dat artiesten doen. En dat vind ik net zo mooi. Omdat het is niet dat Tim Pala zegt, ik ga nu exact 5 jaar wachten om die nieuwe plaat uit... Of 6 jaar, ik weet niet hoeveel dat was. 4, 5, wachten om die nieuwe plaat uit te brengen. Want dat is de meest commerciële zet. Je weet, als je hem ziet, dat is omdat hij daar dag en nacht aan gesleuteld heeft. En dat pas wou afgeven als het goed was. En ik denk dat typeert die passie gewoon verjaard. Hè? Als laatste gedachte. Hoe ziet de dag voor jullie er morgen uit? Want morgen komt de plaat uit. Betekent dat jullie veel op de fiets dan wel in de auto zitten om die platen af te leveren? Hebben de platen afgeleverd aan 4 winnaars eigenlijk overal in België. Dus we hebben wel heel wat kilometers afgelegd. Dan s'nachts heb ik nog dat filmpje gemonteerd. En Janus is al mega bezig geweest met iets dat we morgen gaan doen. En dat is een 4-5 uur durende livestream. Okay. Waarbij dan mensen gaan bellen en dingen gaan laten zien en zo.
zijn nachtjes van weinig slaap. Ook al gebeurt alles zo in de eigen kom. We moeten straks ook naar de radio en we hebben morgen ook pers. Dus het is nu wel even de moeite alleszins. Ja. Dus jullie, zoals je in het begin ook zei, jullie zijn nog meer dan druk genoeg. Ja, voilà, inderdaad. Ja, uitstekend. Heren, heel erg bedankt voor jullie tijd. Graag gedaan.